Bezoek. Wie komt er nou? Hoi. Hallo. Zeg maar, welkom. Zeg maar, kom maar binnen. Wat is dit? Geitje. Een geitje, ja. Dat is een geitje, Simmer? Ja. Geitje. Ja. Ik ben Esther en dit is Iepke, dat is ons zoontje Simmer. En ik kom uit Drenthe. Iepke komt uit Friesland. En Simmer, ja, die wordt tweetalig opgevoed. Ik heb voor het Fries gekozen omdat Fries voor mij mijn eigen taal is. De taal van mijn gevoel, mijn eerste taal. En omdat mijn familie uit Friesland komt en ook allemaal Fries spreekt. Ik wil graag dat hij hun verstaat als zij gewoon Fries praten. Hey, boeslampen. Tadaa. Ja, ik vind het gewoon prettig om met mijn eigen zoon Fries te kunnen praten. Oh, dan moesten we worst even niet hebben. Trooi naast hem onder trok in. Ja. Is het Trooi? Ik wilde Hyde genoemd worden. Jij wilde Hyde genoemd worden. En ik wil heel graag wel mama genoemd worden. Ik wil geen mem heten. Dat vind ik raar. Ja. Maar dat heeft ook met gevoel te maken natuurlijk. Want ja, zoals jij je eigen moeder vader en moeder noemt, zo wil je zelf dan later ook genoemd worden. Het woord papa hoort voor mij niet bij het vadergevoel. Het vadergevoel hoort bij mij maar bij Hyde. Want ik heb ook een Hyde. Dus ik wilde ook Hyde genoemd worden. Hm? Wie is Hyde? Ja, deze, hè? Ja. De mama. Ja. En waar Simmer? Nee. Ja. Tjoeke. Doe maar, dat Simmer eronder terug. Iepke praat altijd Fries tegen Simmer. Ik praat altijd Nederlands. En dat is vanaf het begin af aan zo geweest. Het gaat heel goed. En Simmer praat daardoor op dit moment Fries en Nederlands door elkaar. Gaat hij naar opa en oma? Of gaat hij naar Paak en Beppe? Ja. Als Iepke een hele dag thuis is met hem, dan zal hij meer Fries praten. En als ik een hele dag thuis ben met hem, dan praat hij meer Nederlands. Ik denk niet dat hij weet dat hij Nederlands en Fries door elkaar gebruikt. Daar is hij nog veel te jong voor. Ja, we wonen samen in Groningen, dus om hem heen hoort hij van de straat zeg maar geen Fries. Dus dat krijgt hij van mij mee. Ja. Gaan we naar de koe toe? Koe. Dit is zijn neus, hè? Nee. Dat neus. Hey, Grutte Guide. Zit ik in bij de hinderschen? Hinderschen. Ja, Iepke komt van de boerderij. Dus hij is zelf ook veel op een boerderij geweest, Simmer zelf. En dan wordt er heel vaak over kokers gepraat en hinder en molken en al dat soort dingen meer. Tje, misschien, wat een Grutte. Doorst hem wat aaien? Soms is er wel eens wat verwarring. Het Friese woord voor koe gebruik ik ook wel eens. Ik zeg ook wel eens koken, terwijl ik eigenlijk vind dat ik netjes koe moet zeggen. Simmer reageert daar eigenlijk niet op. Die heeft zoiets, ja, het is zoals het is. En dan zal het natuurlijk gebeuren dat hij dat woord ook ergens anders gaat gebruiken buiten dit gezin. En dan snappen mensen niet waar hij het over heeft. Maar dat zien we dan wel weer. Ik ben Harm Hoen, waar besto? Ik ben Beer een Beer, zei het best waarom. Dit is een boekje van mij van vroeger. Die heb ik zelf, ben ik er ook nog uit voorgelezen. Maar we hebben voornamelijk Nederlandstalige boeken. Ja. En als ik hem voorlees uit Jip en Janneke wat Nederlandstalig is, dan vertaal ik het gewoon ter plekke in het Fries. Lekker slapen? Sliepen. Nee. Jawel. Lekker in bed. Nee, nee. Lekker Betsy. Ik hoop eigenlijk dat Simmer door tweetalig te zijn opgevoed, Dat hem iets extra's meegeeft voor de toekomst. Dat hij misschien makkelijker een andere taal kan leren later. Trustmancy. En ik hoop dat hij zelf later ook vindt dat hij er rijker van geworden is. Lekker slapen, Simmer. Lekker koesen.